niet geloven. Mijn allereerste Koningsdag op Curaçao. En dan gaan we op zoek naar de festiviteiten. Koorts. Wauw, dit weer. Vandaag, oh my god, ik kan niet geloven, mijn allereerste Koningsdag op Curaçao. Ik heb net gedoucht, helemaal fris en fruity en ik ga me klaarmaken. Gewoon je blosjes die kunnen eigenlijk best wel, want het is vandaag Koningsdag. Woe, nog een uur wachten. Nou, doe nou eens even niet zo stom. Jongen. Ruud die stond op om 10 uur. Die wilde al meteen naar de stad om 10 uur. Tuurlijk, dat is normaal. Nee, dat is niet normaal. Even rustig. Ik ben hier nog even bezig met mijn outfit. Dit is optie 1. Ik vind het leuk, Bibi. Ja, ik ook. Maar kijk. Hij is veel te lang. Pak een schaar, hè? Je hebt die goede schaar, toch? Die blauwe. Knip hem gewoon eraf. Kwapau! Jongens. Ja? Ik ga het toch maar doen. Ik wil toch al van de week mijn broek korter gaan maken. Dus dan kan ik net goed al een stuk afknippen en dan daarna omzomen. Ik hoop dat het goed gaat. Hey jongens, we zijn in de auto hoor. De outfit is ready. Zit ik op met mijn afgeknipte broek. Maar we zijn in de stad en het is... beetje druk. Nee, natuurlijk druk, ja. Maar we hebben de verkeerde afslag genomen. Ja, Ruud wilde niet luisteren. Ik wilde wel luisteren. Dat is al bijna onze eerste ruzie te pakken. Nee hoor. Rare. Rare. Dat zegt Rudy altijd als ik mezelf ben. Maar jongens, we gaan gewoon proberen in Pietermaritzburg te parkeren. Chris en Clinton hebben daar ook net geparkeerd en het kon gewoon, dus. Maar ja, normaal is deze parkeerplaats altijd helemaal leeg. Ja, maar nu is die rammetje vol. Het is niet normaal. Maar het is wel heel leuk, want je ziet overal met mensen. Zou we hier tussen pressen? Oeh, wel een beetje krap. Het is wel een beetje heel erg krapjes. Daarom doet niemand het. Maar... nee, ik zou echt adviseren voor die auto achter ons. Ja. Die is chiller. Dit is mijn oude auto. Jongens, ik zei het tegen... Kijk, godstraf meteen wat je mij uitlacht. Ik zei het tegen Rudy. Jongens, we gaan gewoon parkeren bij Scuba Lodge. Nou, die zei ik, hup, rijden met die handel. Met die enge, er is toch vast geen plekje in de stad parkeerplaatsen. Je moet gewoon recht op je doel afgaan, dichtstbij gaan en gewoon proberen. En kijk nou waar we staan. Gewoon hier achter. Tegenover Scuba Lodge. Dat is toch geweldig. Op een parkeerplek, niet eens op een niet-parkeerplek. Nee, we staan echt vet goed en ruime parkeerplek. Konden gewoon vooruit erin. Jongens, oké, ik ga even mijn schoen goed doen, want die zit niet goed. En dan gaan we op zoek naar de festiviteiten. Gisteren was de day after en ik heb deze tas nadat we terugkwamen op het haakje gehangen in de badkamer. Dus ben ik gaan douchen en naar bed gegaan, maar ik was hem kwijt, want er hing een handdoek voor, geloof je toch niet, of een badjas. Anyhow, gisteren was ik ook niet heel erg actief met het vloggen daar die van. Eigenlijk de hele dag lekker gechilled op de bank, lekker
serietjes gekeken. En Anna die kwam nog langs de masseuse. Dat was zo fijn. Ik heb wel gestoried. Dus jongens, die Instagram, volg me daar ook als je me daar nog niet volgt. Want ja, soms dan ben je de vlog helemaal kwijt. Voor vandaag zit ik lekker te editen. Rudy staat in de keuken, die heeft een diner vanavond. Morgen een lunch en vrijdag of zondag ook een lunch. En morgen heb ik mijn fotoshoot. Super belangrijke fotoshoot. Inmiddels is alles op het eiland. Moet ik zo meteen ook even gaan ophalen bij een meisje die dat voor mij heeft meegebracht. Super lief. Laura, als je kijkt, wat een toppen. Dan zul je dus zien hè, dat je dus nooit thuis hebt. Maar echt nooit. En nu heb ik er één. Begrijp je toch ook niet? Ik ga haar nu opzoeken. En dan krijg ik de spulletjes. Die buist, jongen. Hoe is dit mogelijk? Oh, en ik moet nog zoveel editen. En ik wil ook vroeg naar bed. En ik wil nog Temptation kijken. En ik wil nog The Bachelor terugkijken. En ik wil mijn serie niet, maar waarvan ik gisteren natuurlijk wel in slaap was gevallen, wil ook weer afkijken. En ik wil eigenlijk ook nog wat dingen voorbereiden voor morgen. Waarom doet mijn klikker het niet? Is hij kapot? Is dit nou weer, jongens? Doegie! De klikker is kapot. Klikker? Ja. Ik heb net nieuwe batterij gekregen. Oh. Wacht even hoor. Jongens, ik ga slapen. Althans, voordat ik ga slapen ga ik nog douchen, haren wassen, haren feunen, gezichtsmaskertje. En dan ga ik erin. Het is 9 uur geweest. Het is 9:10. Ruudje is werken. Ik ga slapen, want ik moet om 5 uur op. Dan komt Kap me halen en dan gaan we helemaal naar Westpunt om foto's te maken voor het geheime project. Maar ik denk dat ik daar nou toch wel in deze vlog wel wat over mag zeggen hoor. Zal ik het morgen gewoon doen? Dat is voor jullie over een paar seconden. In ieder geval wel te rusten, jongens. Jongens, goedemorgen. Daar zijn we dan, met Kat. Goedemorgen. We zijn echt... Nou, zou zeggen dat het beter had kunnen beginnen deze dag. Ik heb echt geen oog dicht gedaan. Ik ben echt een beetje tegen het zieken aan het worden. Ja, net op tijd. Net op tijd. Ik heb niemand gezien. Ik reed er bijna door het rood. Maar Kat heeft een prachtige bloemenkrans gemaakt. Die waren we vergeten. Of was Kat vergeten? Ik was bijna gewoon mijn kleding vergeten. Want die achter hangt. Het is verschrikkelijk. Maar goed, we zijn onderweg. En de zon was ook ineens al op. Topscoren. Ja, echt topscoren, ja. Ik had wel echt bedacht dat ik me misschien toch beter zou voelen op de dag dat ik dit zou gaan doen. Maar goed, we gaan naar de beste van mij. Zo is dat. Ik ga nog even mijn make-up doen, want dit kan natuurlijk. Jongens, de dag kon al niet erger, maar het kan wel erger. Wij reden hier naartoe en we dachten echt, wauw, dit weer. Het is gewoon helemaal dicht. Het is helemaal bewolkt. Het is echt ongelooflijk. Het ziet er... Oh, nu wordt het hier een beetje blauwer. Maar het is echt heel erg. Dus we hebben hier maar even koffie gedronken. Het is 7:15, jongens. Het is hartstikke vroeg. Hoe laat is het nu? 7:55 inmiddels. Nou, we gaan even kijken. Maar als het niet beter wordt, dan moeten we het maar gaan verplaatsen. Jongens... Goedemiddag moet ik zeggen. Het is dinsdag. Nee, het is maandag. En ik heb gewoon na zaterdag zijn we gewoon naar huis gegaan na het shooten. Eerder afgebroken omdat ik gewoon zo ziek was. Ik voelde me zo slap. En ik voelde gewoon mezelf helemaal gloeien. Koorts, dacht ik. En inderdaad, ik heb nu vandaag niet meer gemeten, maar ik heb gisteren de hele dag op bed gelegen. Vandaag gaat het wel. Het is 2 uur. Ik ben net pas uit mijn bed. Ik ben met Rudy een beetje aan het opruimen. Maar ik had echt gisteren wel echt koorts. 38,3. En ik voelde het al. Maar gewoon een griepje of zo, denk ik. Ik weet het niet. Het heerst er ook best wel hoor. Tenminste, er zijn wel meer mensen die buikgriep hebben. En weet ik het allemaal. Maar dus we hebben de helft van de shoot
kunnen doen. En de andere helft die zou eigenlijk vandaag doen. Maar nu is Kat dus ziek. Dus nu gaan we dat waarschijnlijk morgen doen. Sowieso gaan Rudy en ik morgen ook nog wel wat doen daarvoor, hoop ik. Als ik me wat beter voel. In ieder geval gaat het wel beter nu. Maar we gaan het wel even aankijken. Ik moet wel de vlog gaan afsluiten, want anders dan klopt er geen zak meer van. Dus ik weet niet, misschien is het een hele korte vlog. Sorry jongens daarvoor. Maar ik was gewoon uitgevallen. Ja, spijt me. Volgende week beter. Ik hoop maar dat ik me dan iets beter voel. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Doe een like hier omhoog. Een duimpje. En abonneer op het kanaal als je dat al niet gedaan hebt. Dan zie ik jullie volgende week.